Heb ik al verteld dat de mama van Madelief het oké vindt dat ik met Madelief naar Maleis ga? Maar echt? Ja, ze gaat een datum doorsturen en ja, ik hoop dat Madelief blij gaat zijn. Ik had het niet verwacht, maar het was echt wel heel erg fijn om iedereen nog eens voor een laatste keer hier te zien. Het is uit met mijn lief, met mij. Dat is niet zo goed. Nee, maar ik heb het waarschijnlijk wel verdiend, dus... Hé, hey, zo vroeg thuis? Is er iets gebeurd? Ja, thuis ruzie. Ik wou er echt niet meer blijven. Ik denk toch dat we best je mama verwittig eisen. Die gaat super ongerust zijn. Ja, dat denk ik niet. Die is toch alleen met zichzelf bezig. Mama, kan hij vanavond niet hier blijven? Nou, Robin, dat zou nu wel heel raar zijn, hè? Dat Bart hier niet meer woont. Ik denk trouwens dat zijn mama en zijn papa dat niet zouden appreciëren. Mm-hmm. Wie gaan we bellen? Mama of papa? Papa is aan het werken, dus. Mama, even bellen dan? Ja. Ah, kom. Hallo? Ja, Ellen, het is Sarah hier. Gast, wat is dat? Gast, zijn jullie aan het meeloeren, jong? Maar nee, ik zit toch... Dat zijn toch uw zaken niet? Dat is compleet onbelangrijk, trouwens. Voilà, het is geregeld. Stefan gaat u dan naar huis brengen, hè? Hoe, Stefan? Ja, de mama van Jesse kon nu even niet weg en Stefan vond dat niet erg. Dus we hebben dat zo geregeld. Oké. We gaan waarschijnlijk moeten verhuizen. Oei, en heb je iets gezegd? Hè? Nee, maar mijn mama zat zo de hele tijd op websites over immobiliën en dingen aan het opzoeken over een notaris of ja, overkoopt je huis of zo. Nou, misschien was ze gewoon solliciteren. Nee, er zit meer achter, dat weet ik zeker. Ik weet niet, vraag het gewoon. Ja, als ze het wouden zeggen, dan is het alleen gezegd, hè. Ja, ik weet niet. Als ik niet verhuizen ben, dan zie ik je nooit meer. Maar nu is dat aan het flippen, hè. Je weet dat niet eens of je gaat verhuizen en je denkt dan meteen het ergste. Ik ben gewoon op alles voorbereid. Nee, maar er is ook nog goed nieuws. Ah ja? Ja, mijn ma is zondag jarig en ze heeft je uitgenodigd om mee eens te gaan eten. Is dat waar? Alleen eten? Ja. Ja, waarom? Gewoon, dat is in orde. Hallo, ziet je het zitten? Tuurlijk zie ik het zitten. Ah, dan schrijf ik in. Dat wordt leuk. Dat wordt superleuk. Geloof me. Dat wordt echt leuk. Maar echt leuk, hè. Jesse, Stefan is er. Zeg, Jesse. De volgende keer als je niet goed voelt, dan stuur je mij een bericht of belde mij. Oké? Okay? Ja. Doen, hè. Dag. Niet meer weglopen, hè? Nee, nee. Beloofd? Ja. Kom, naar weg. Hey, mee, Guillaume? Ça va? Ciao, Guillaume. Dag, Guillaume. Dag. Tada. Wat was dat? Ja. Ik heb ook wel mijn jessen te doen. Dat is triestig, hè? Nee, nee, dat bedoel ik niet. Wat dan? Dat jij en Stefan weer naar elkaar keken. Maar allee, Robin, alsjeblieft, begin nu niet opnieuw. Jij ziet dingen die dat er niet zijn. Denkt u dat echt, mama? Robin, ik ben gewoon blij dat hij Jesse naar huis wil brengen. Dat is alles. Mm-hmm. Dat ik ook. Ah, voilà.
One look in my eyes. Yo. Nog veel aan Laura gedacht? Ja, en ik moet toegeven, het geeft een raar gevoel. Echt, dat het nu zo uit is, ik had dat langs die kant niet zien aankomen, maar langs een andere kant, dat ging eigenlijk ook echt niet. Hij zei, aan de andere kant van de wereld, ik hier. Je weet wat ze zeggen, hè. Uit het oog is uit het hart. Ja. En ik wou dat vroeger ook echt niet geloven, eigenlijk, maar... Kijk. Je zit gewoon te veel met Sophie in je hoofd. Ga toch niet weer beginnen, hè, gast. Ja, het is toch zo? Waarom zou dat anders kussen? Maar ik heb dat toch al uitgelegd. Dat was er gewoon plots. Ja? Ja. En ik geef toe, ik vind dat echt een toffe en ik kom daar keigoed mee overeen, maar... Kijk, Jamil, soms... Ik heb zo medelijden met haar of zo. Jij kust meisjes uit medelijden, dat is... Dat zeg ik ook echt niet. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon echt niet. Ik wou haar misschien wel uitnodigen voor dat stadsspel zondag. Maar ik weet niet of Emma dat wel zo leuk vindt, dus daarmee... Zondag. Ja, zondag. Ja, ik heb met Madelief afgesproken om iets te gaan eten. Maar dan neem ik haar mee naar de manege als verrassing, weet je nog? Dat ga Emma niet graag horen, jongen. Ik kan Madelief ook niet afzeggen, hè. Ik zeg dan kieken, ja. Kom, jongen. Het belt. Julie, how'd you get that wet, wet, wet? Something from my neck, neck, neck. Hey, Julie, how'd you get that drip, get that drip? Something from my wrist, hey, Julie. Ik wil jullie graag even voorstellen aan Louis, die vanaf vandaag bij ons in de klas zal zitten. Ik ga het heel kort houden en ik wil Louis vooral even welkom heten. Hij wou zichzelf voorstellen, dus voilà, het is aan jou, Louis. Dank u wel. Mijn naam is dus Louis en vroeger heette ik Louise. Ik heb mij nooit echt goed gevoeld als meisje in mijn meisjeslichaam. En daarom heb ik ook gekozen voortaan om als jongen door het leven te gaan, als Louis. Op mijn vorige school werd ik enorm gepest en dat is ook de reden dat ik nu hier ben. En ik hoop dat ik van jullie wel een kans ga krijgen. Als jullie vragen hebben, kom gerust tot bij mij. Ja, bedankt Louis. Ga maar zitten. En inderdaad, als iemand vragen heeft over wat Louis ons net verteld heeft, richt je dan maar tot hem. We gaan ook de uitdagingen waarmee hij geconfronteerd wordt nog binnenkort zien in onze lessen. Maar nu gaan we verder met de les. Neem maar jullie handboeken, pagina 13. Ik heb nog nooit een transgender gezien. Jamil, je doet dat klinken of dat een of ander raar wezen is of zo. Ja, dat niet, maar het is toch gewoon raar dat je als meisje geboren wordt, maar eigenlijk liever een jongen wilt zijn. Of andersom. Ja. Ja, dat lijkt mij vooral niet gemakkelijk. Ja. Ik kies daar zelf niet voor, hè. Zoals ik er nooit voor gekozen heb om op een meisje te vallen. Zeg, en je heeft dat zomaar verteld in de klas? Ja. Hij heeft zo een hele uitleg gedaan over dat hij gepest werd op zijn vorige school en waarom en zo. En dat vroeger de naam Louise was, maar nu Louis. Amai. Chic dat ze dat gedaan heeft dan. Hij, hè? Het is toch een jongen, toch? Allee, daar moet het op lijken. Ja. En, ziet hij er ook echt uit als een jongen, of? Ja, oordeel zelf als je hem ziet. Oké. Maar doet er gewoon zo normaal mogelijk tegen, alsjeblieft. Dat is geen probleem. Altijd normaal. Nee, maar ik heb er gewoon een beetje mee te doen. Ik zeg het, als ik het al zo moeilijk had om gewoon uit de kast te komen en dat is maar dat, ja, dan moet dat voor Louis nog zoveel moeilijker zijn. Elk zou jullie een perfect koppel zijn, hè? Hm? Aangezien dat jij biseksueel bent en op jongens en meisjes valt, en hij is een jongen en een meisje, dat is gewoon... Ja, ik volg. Twee... Ja. Jezus, wat zit je allemaal te zeggen, Kipiro? De waar, hè? Ik ben aan het wachten op Jamil. We hebben afgesproken naar school en hij moest mij iets zeggen. Maar ik hoop niet dat hij dat etentje met mijn ma heeft afgezegd, want daar gaat ze echt een beetje kunnen lachen. Of misschien moet hij verhuizen. Ja, we zien wel. Ah, daar is hij. Hey. Ik wil het alleen maar horen als het goed nieuws is. Nee, zeg maar gewoon. In verband met zondag. Ik wist dat je dat etentje met mijn mama ging afzeggen.
Ja, jij mocht het uitleggen. Ik kan het helemaal niet afzeggen. Het is gewoon, dat spel van Emma is op diezelfde zondag. Dus ik zit bij een dubbele boeking. Maar ik heb ook gezegd dat jij meedoet in dat spel, dus heb jij ook een dubbele boeking. Maar ik ging eigenlijk niet meedoen. Ja, ik ging dat nog tegen Emma zeggen. Hoezo? Ja, mijn ma is jarig en het is zo'n beetje traditie dat we dat samen vieren. Dat vind ik wel jammer. Maar jullie zijn toch met genoeg. Toch? Jij, Guillaume, Robin en Louise. Dat is 2-2. Ja, maar Robin kon Sophie mee vragen en dan is het 3-3. Maar Sophie, dat is toch ook raar? Zijn die twee al een koppel? Nee, maar... Hè? Toch, nee, ik ga echt niet meedoen. Maar om laat is dat? Dat is om 4-5 uur gedaan, denk ik. Ah, wel perfect. Dan kun je daarna nog afkomen. Ja, oké. Okay. In welk restaurant was dat? Ja, ik weet niet. Dat is nog een beetje een verrassing. Maar ze zal dat wel laten weten. Oké. Okay. Ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen dat je ging verhuizen. Ja, dat is ook nog altijd niet zeker, hè? Maar vraag dat dan gewoon. Alles op zijn tijd. Alles oké? Ja, gaat wel. Ik ben Emma. Ik zit in de klas. Hoe was je eerste dag? Die ging wel, denk ik. Als je ooit nood hebt om met iemand te praten, je kunt altijd bij mij terecht. Dank je wel, maar ik red mezelf wel. Oké. Dan ga ik eens naar huis, zeker. Tot morgen. Tot morgen. Als je problemen hebt, ik ben je broer. Hè. Ik kan je er altijd bij helpen als je dat wilt. Ik ga je iets vragen en ik wil niet dat je rond de pot rijdt. Ik wil niet dat je zevert. Ik wil gewoon een duidelijk antwoord. Dat is Sophie, mijn klasgenoot uit mijn klas. Heb je spaargeld? Ja, ik heb spaargeld, maar ik kan dat niet aan. Hè. Zo niet. Nee, dat staat vast totdat ik 18 ben. Hè.